Hey mop, ze zijn er. En kijk weer naar een nieuwe weekvlog. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik had wel eventjes wat meer ruimte nodig voor andere dingen in het leven. Want vandaag belooft een hele spannende dag te worden. En ik ga jullie daar zo meteen meer over laten zien. Brabant staat hier naast mij. Ja, ik vind het dus echt super spannend. Maar wij proberen dus in het weekend altijd wel gewoon ook lekkere dingen te maken. Die niet alleen maar ongezond zijn. Nou, eerlijk is eerlijk, dit is wel echt niet te doen lekker. Ed en ik waren even aan het kibbelen. Voor een ander toch wel, als je dus gaat kijken naar een vlog, eerlijk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Het is alweer een tijdje geleden, een week of drie geloof ik, dat ik er was. Maar ik had wel eventjes wat meer ruimte nodig voor andere dingen in het leven. Zoals bijvoorbeeld eigenlijk gewoon werken. En ja, het was echt heel erg druk binnen nu voor mama. Dus ik moest eventjes kijken waar ik wat meer ruimte en rust in kon plannen voor mezelf. En dat was dus dit keer de weekvlog. Maar goed, ik ben er weer. We zijn van Sinterklaas inmiddels overgestapt naar kerst. Als jullie dit zien, is het volgens mij net kerst geweest. Ik zal er niet te veel van filmen, want dan ben je er al helemaal klaar mee. Ik ben nu even een lippenstiftje aan het opdoen. Daar was ik eigenlijk net mee bezig. Ik heb een nieuwe. Ik ben super blij mee. Gewoon een vrij neutrale kleur. En hij heet, maar meteen even vertellen, want ik weet dat ik daar heel veel vragen over ga krijgen. Jane Iredale is het merk en het kleurtje is Forever Peach. En hij ziet er dus oranje uit. En ik vind hem bij mijn huiskleur echt super mooi staan. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Jeetje Matthias. Het heeft vandaag papadag. Ik ben hem al wel begonnen, want vanochtend was ik om 5 uur wakker. Omdat een van onze dames aan het hoesten en aan het snotteren was. En nou ja, ze kon niet meer slapen, dus ik zat om 6 uur met haar beneden. Of eigenlijk al voor 6 uur. Dus ik heb inmiddels, het is nu 9:10. Ik heb al van alles gedaan. Haar gewassen, gedoucht, op de bank. Van alles. En nu ben ik dus klaar om naar kantoor te gaan. Vandaag belooft een hele spannende dag te worden. En ik ga jullie daar zo meteen meer over laten zien. Maar nu gaan we eerst weg. Dus ik geef dit snuitje een kusje. Met haar krulletjes. Kijk, de kapster zou komen. Maar dat gaat dus niet meer door in verband met de lockdown. Dus Charlie heeft echt een pluk. Moet kijken. Oh, ik had zo gehoopt dat het geknipt zou worden. Maar echt net één dag voor de lockdown. Of één dag na de lockdown zou ze komen. Dus het ging helaas niet door. Trouwens, snel tussendoor. Ik had een pak met rompers gekocht bij de Zara. Kijk hoe leuk. Deze met stipjes, lange mouwen. Ik doe de meiden 's nachts voortaan rompers met lange mouwen aan. En een pyjama en een, hoe weet dat? Weet zo'n ding uit? Een slaapzak. Omdat hun kamer best wel koud is. Oh, sorry, nee. H&M is dit. Geen Zara dus. Maar echt, kijk hoe leuk deze kleurtjes zijn. Ja. Het is inmiddels een uurtje of 2. En ik heb vanochtend gewerkt. Nu is het Bring Your Kid to Work middag. Niet per se een heel erg succes. We zijn nu een rondje aan het lopen die ik vaak met Ed loop. Maar degene die met mij is, vindt dat niet een heel strak idee. En vindt het allemaal veel te lang duren. Dus, ik ben hier een beetje de goede moed erin aan het houden. En dan gaan we zo meteen op kantoor wachten totdat de boeken er zijn. Want dat was namelijk het goede nieuws van vandaag. Het slanke receptenboek voor moeders wordt vandaag bij ons bezorgd. Super, super leuk. We hebben echt heel erg lang gewerkt aan het maken van dit hele uitgebreide boek. Met 70 Newborn Mama Proof recepten. Helemaal leuk. En daar gaan we dus op wachten. En dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Hey mop. Oh, ze zijn er. Ik ga ze nu openmaken. Ik heb je eventjes ook op de vlogcamera staan. Ramos die staat hier naast mij. Ja, ik vind het dus echt super spannend. We hebben hier natuurlijk heel lang met best wel veel mensen samen aan gewerkt. En dan wil je gewoon, als je het boek dan ziet, ja, dat je er helemaal blij van wordt. Oké, ik ga hem nu openmaken. Spannend! Mensen die kijken, de spanning wordt ook voor mij. Dit is hem. Kijk hoe vet. Mooi hè? Oh my god. Wil je ook kijken? Oh, zag je staan. Jij mag zo kijken, schat. Jij mag zo kijken. Wauw. Oké. Ik ga hem zo meteen even goed laten zien. Maar echt. Oh, ik ben echt helemaal blij. Het is echt heel mooi.
Ja, echt. Kijk hoe dik die ook is. Dit staat dus echt helemaal vol met recepten. Helemaal gericht op het moederschap. Op moeders, echt. Oh, kijk hoe leuk. Dit zijn cracker recepten. Ja, ik ga het straks uitgebreid laten zien, maar ja. Nu staat dus buiten, staan er twee pallets. Ik ben tegen jullie en tegen Ed aan het praten. Er staan dus twee pallets buiten en ik heb besloten dat ik ze gewoon zelf naar binnen ga tillen. Een sterke vrouw, ik kan dat. Nee, ik ga dat gewoon doen, maar oh, ik ga het zo even goed laten zien, maar ik ben wel blij. Ik heb alles hier binnen neergezet. Het was best wel een klusje, maar goed. Het staat nu. En tevens, de dag dat deze vlog online komt, dat is dit keer dus op zondag. Omdat vrijdag op eerste kerstdag was. Dus nu op zondag, dan staat het programma vandaag vanaf de eerste dag online. Dit boek hoort namelijk bij ons afval- en shape-programma dat we vanaf 4 januari gaan starten. Het is wel echt een heel, heel tof programma. Super uitgebreid met webinars, met modules over mindset, voeding en sport. Met workout video's die we echt speciaal in jouw eigen activiteitskalender inplannen. Met het boek erbij. Wat krijg je er nog meer bij? De live workouts uiteraard. Dus echt een heel super uitgebreid programma. En de besloten community met moeders natuurlijk niet te vergeten. Wat heel fijn is ter steun en motivatie. Dus dat is het 6 weken afvalplan wat vanaf 4 januari begint. Check het even in de beschrijving. We zijn alweer een paar uurtjes verder. Tenminste, een paar uurtjes. Het is 9:15. Ik heb volgens mij niet meer gefilmd nadat ik thuis kwam. Want eten en altijd hectisch en zo, einde van de dag. Maar goed, het is nu dus 9:15. En ik heb nu officieel vakantie. Want ik had het volgens mij nog niet verteld. Maar we hebben dus vakantie gepland. Nu deze week tussen, ja, zeg maar vanaf nu tot net na kerst. Jullie kijken dit natuurlijk later, hè. Maar ja, lekker eventjes 1,5 week vrij. Daar waren we helemaal aan toe. En dat hadden we eigenlijk al heel lang geleden gepland. We hadden een huisje geboekt in Nederland. Maar uiteindelijk besloten om het af te zeggen in verband met de lockdown nu. Ik kom niet eens bij mijn woorden. Sorry daarvoor trouwens. Beetje warrig dit. Maar in ieder geval, we hebben dus onze vakantie afgezegd in ons huisje. Omdat we dachten van ja, weet je, één, heel Nederland zit in lockdown en dan ja, ga je naar een huisje, maar je kan helemaal niks. Je kan eigenlijk niet eens ergens een koffietje halen. Dus we hebben het nu uitgesteld tot de meivakantie. Beter. Dus, wat ik wilde zeggen, ik heb nu vakantie en die vakantie die begint op deze manier. Want ik heb echt heel veel dingen nog niet af, dus ik heb bij mezelf afgesproken dat ik tot max 9:30 doorga en dan stop ik ermee. Want vanochtend was echt heel erg vroeg, dus ik moet ook op tijd naar bed. En nog een beetje ontspannen. Maar dan heb je daarna wel vakantie, dus ik heb het er gewoon voor over. En ik ben nu dus even de laatste mailtjes aan het maken voor het 6 weken afvalplan. Dus wel heel erg belangrijk dat het goed gebeurt natuurlijk. Ja, dus dat. Dus ik ga heel eventjes verder nog en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is de eerste vakantiedag. Ik zit er helemaal meteen lekker in. Vanochtend 2 uurtjes op de bank gezeten, boek gelezen en helemaal niks gedaan. Nu gedoucht, lekker make-upje op. Ik had mijn haar niet gewassen, had ik volgens mij beter wel kunnen doen. Maar goed, dat terzijde. Sapje drinken nu. Vitamintje erbij. Ed en Ramzi zijn de tuin aan het vegen, want mijn nichtje was er gisteren met haar zoontje en dochter. En die hadden samen met Ramos echt de hele tent of tuin op zijn kop gezet. Dus alles lag vol met zwart zand. Dus dat zijn zij nu aan het opruimen. Ik ga nu een beetje het huis opruimen en zo. En dan gaan we lunchen. Daarna gaan we eventjes een rondje fietsen. Want we hadden een huis gezien waar we eventjes vanuit de buitenkant alvast naar willen kijken. Dus dat gaan we doen. Straks. En dan komt ondertussen de schoonmaakster komt schoonmaken. Dus dat is fijn als wij dan even lekker weg zijn.
Ja, ik kreeg trouwens best wel veel vragen de laatste tijd over onze huizenjacht. Best wel een tijdje niks meer over gedeeld. En dat komt eigenlijk omdat we een beetje gestaakt waren met zoeken. Omdat we niks konden vinden. We weten niet precies wat we willen. Dus we waren een beetje in twijfel over van alles. En dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje zo. Maar we kijken af en toe wel weer wat vaker. En we staan er eigenlijk gewoon zo in dat als we iets zien wat we echt heel, heel tof vinden, dan gaan we het doen. En als het niet zo is, dan is het ook oké. Voorlopig wonen we hier ook gewoon goed. Ondanks dat we het wel gewoon een beetje klein vinden. Maar dat is dus even een update betreft de woningen. Zoektocht. Zo. Heel toepasselijk dat jij dit aan het drinken bent. Charlie roept de hele dag eten. Oh jongens, ik word een beetje simpel van al dat gewacht en geduw en... Wow. Echt, deze vakantieplannen zijn echt al 80 keer gewijzigd. Nu zouden we vanmiddag naar de ouders van Ed gaan, maar iemand in hun omgeving is net getest op het coronavirus. En zij zijn, in ieder geval niet minder dan 1,5 meter, maar ze zijn hier wel in hetzelfde huis geweest. Dus even wachten tot die uitslag er is. En het is nu 48 uur geleden dat ze is getest, dus ik hoop dat de uitslag binnen nu en een paar uur is. Want dan kunnen we lekker even een nachtje weg naar de ouders van Ed om daar te gaan slapen. Maar nu zijn we dus in afwachting daarvan. Dus we zijn een beetje lekker thuis aan het niksen. Schoonmaakster is er, Ramos is boven en wij zitten gewoon te chillen op de bank. Ook leuk, maar ja, je snapt wel wat ik bedoel, denk ik toch? Dat je kan gewoon helemaal niks. Echt, nou. Ik ga niet over te zeuren, want iedereen heeft hetzelfde hoor. Maar ja, het is gewoon niet heel leuk of zo. It's time to cook. We gaan lekker eten maken. En wij gaan onverwachts toch niet het toertje maken waar ik het straks over had. Dus we blijven thuis. En ik ga een stokbroodje maken met een lekker prutje. Dus dat ga ik jullie laten zien. Wat koken jullie allemaal voor lekkere dingen in de coronatijd, in het weekend? Wij proberen altijd, dames, het hier echt lekker te spelen. En dan kijkt ze naar zichzelf. Charlie die kijkt naar zichzelf in de oven en dan heeft ze hele verhalen. Ja. Maar wij proberen dus in het weekend altijd wel gewoon ook lekkere dingen te maken. Die niet alleen maar ongezond zijn. Dus vanavond eten we een stokbroodje. En daar ga ik dan groenten bij maken die ik ga wokken in de pan en dan lekker op een stokbroodje. Ik zal zo meteen als het klaar is even laten zien hoe het eruit ziet. Maar ik vind het zelf wel een geslaagde zaterdagavondmaaltijd. En ik kook nooit meer alleen, want er zijn altijd kindjes die er heel graag bij willen staan. Soms, maar je kookt wel soms alleen. Soms alleen, ja. Sporadisch, zeldzaam tegenwoordig. Nou, eerlijk is eerlijk, dit is wel echt niet te doen lekker. Deze is voor mij. Broodje dus, met hummus eronder. Nou, wat ik net eigenlijk al heb verteld, zit er allemaal op. En dan als extra heb ik nog wat spinazie gebruikt. En wat feta kaasjes dus. Maar echt, nou, dit is toch heerlijk. Ik denk dat ik even een leuk shoplogje voor jullie heb. Tenminste, dat hoop ik. Ik had een bestelling gedaan bij Lovies. Echt, ik heb nog nooit iets daar gekocht, maar ik zag het voorbij komen op Instagram en dacht ik, oh daar ga ik even kijken. En toen kwam ik op de website ineens allemaal leuke dingen tegen. En ik heb het dus voor kerst gekocht, maar misschien is het voor jullie wel een hele goede tip met oud en nieuw. Niet dat je heel veel gaat doen uiteraard, maar het is misschien wel leuk om even een soort van, ja, ik had een comfy leuke kleding, zeg maar, optie had ik gemaakt. Ik wilde wel gewoon leuk uitzien, maar niet te stijfjes. Dus die ga ik even aanpassen en met jullie delen. Oké, eerste twee items. Deze vind ik heel erg leuk. Dit is een vestje. En de kleur, ja, helemaal anders dan normaal natuurlijk mijn zwart-witte dingen. Maar ja, ik vind deze kleur me altijd wel goed staan. Dus hier ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Hij zit heel lekker.
Ik vind hem niet leuk op deze broek, maar ja, ik denk dat ik dit wel hou. Deze broek had ik ook besteld omdat ik dacht, oh, dat is leuk met een colbertje en iets straks erop. Maar, check dit. En dit is serieus een maat, volgens mij 34. Nee, S is het. Maar doe even normaal, deze kwaliteit is echt heel slecht. Dus die ga ik sowieso terugsturen. Dit vind ik dus wel leuk. Oké, ik heb inmiddels alweer een aantal items aangehad die ik niet eens heb laten zien. Omdat ze gewoon echt niet mooi waren. Dit vind ik wel leuk. Misschien dat ik er wel even een andere BH onder zou doen. Maar dit vind ik wel heel leuk voor kerst. Hij is wel heel kort. Hij komt echt tot hier. Zo'n soort van navel. Maar als je er een iets hogere broek op aandoet, dan vind ik het wel heel leuk. Dus ik denk dat ik deze ga houden. Verder, deze broek vind ik ook heel leuk. Het is een beetje zo'n, ja, kan je het zien? Een velvet stofje is het. Alleen ook hier weer. Ja, de pasvorm. Want ik weet niet of je het allemaal goed kan zien hoor. Maar hij is echt best wel. Lijkt alsof er helemaal geen band in zit. Waardoor ik er nog een keer voor de helft in pas. Alsof die band. Ja. Maar ja, aan de andere kant zie je dat zo. Met een riempje of zo. Ja. Ik weet het niet zo goed. Het is gewoon niets voor mij. Ik weet het niet. Het is gewoon. Nee. Ik voel me hier gewoon niet helemaal mezelf in. Dus ja, deze ga ik ook terugsturen. Jij vindt het wel allemaal mooi, schat. Ja, wat het dan wel wordt is deze. Maar ja, niet echt heel erg kerst of zo natuurlijk. Maar wel een leuke trui. En deze. Dus dan heb ik gewoon een kerstding. En één ding is ook genoeg. Want ja, zoveel ga je toch natuurlijk niet doen. Dit zijn twee dingen. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Nou, wij zijn helemaal klaar om naar het bos te gaan. Het is heel lekker weer buiten. Dus we gaan gezellig even een boswandeling maken. Kindjes zijn nu aan het eten. En Ed is eten voor ons aan het maken. Hij maakt een heerlijke salade met couscous. En het ruikt heel lekker. Je zou het echt moeten ruiken. Couscous, ui, rode bietjes. En ik denk een paar feta kaasjes. Yes. Dat dan samen met een tosti. Lekker. Doordat je dus zo weinig kan doen, bestaat je dag gewoon alleen maar uit wat ga ik eten, wanneer ga ik eten en wat kan ik allemaal verzinnen om te eten. Tenminste, wij hebben dat heel erg. Ja, momentje schat. Wij hebben dat heel erg. Gewoon omdat dat dan de dingen zijn die je gezellig samen kan doen. Eten maken, lekker eten, gezellig. Goed, helemaal niet erg, want zoals ik gisteren ook al zei, er zijn natuurlijk heel veel opties om wel gewoon heel lekker en gezellig te eten, maar dan alsnog gewoon gezond. Of in ieder geval niet heel erg hoog in vet of in suiker. Dat kan prima. Maar ja, dat is gewoon een beetje waar onze dagen uit bestaan. Dat zal vast bij jullie ook wel zo zijn. Hallo. 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 Heerlijk in mijn pyjama. Ik ben helemaal in mijn nopjes. Het is 4:10. En Ramos is gezellig met mijn nichtje en met een vriend mee. Die mag daar lekker komen eten vanavond. Dus die was helemaal blij. Ja, en ons geeft het een beetje chill tijd. Want de meiden die liggen nu op bed. Dus wij gaan even lekker chillen. Ik heb mijn pyjama inmiddels uiteraard weer aangedaan. Het is vakantie of het is niet. Dus ik dacht, ik neem het er gewoon van. Zo, ik heb dus hier een bedje gemaakt voor mezelf. Een zuurtje erbij. Ik ga mijn boek uitlezen. Echt trouwens een aanrader. Ik ben 2 dagen geleden begonnen. En hij is bijna uit. Ik haat het altijd als ik lekker een boek lees en het is al bijna afgelopen. Maar ik ben dus hier. Dus ik ga deze denk ik uitlezen nu. En dan ga ik nog even kijken of ik iets kan snacken. Wat ik kan vinden in de kast. En daar ga ik even van genieten. Ik weet niet goed waar ik zin in heb. Ik wil niet echt snacken, zeg maar. Want ik denk dat we vanavond, omdat het zondagavond is, iets lekkers gaan bestellen. Dus ik wil nu eigenlijk niet echt, nou ja, maiswafeltjes denk ik dan maar gewoon. Ja. Oh nee, wacht. Ik weet het al, wat ik lekker vind. Dit gaat ook worden. Vind ik altijd een heel goed alternatief om te snacken. Deze volkoren soepstengels. Die zijn heel lekker. En als extra tussendoortje gewoon
prima. Deze twee dames zijn dus echt de hele tijd al zo samen aan het spelen. Echt zo lief. Ze is al 3 keer uit dat karretje gevallen, maar goed. Op het kleed gewoon, dus zachte landingen. Oh ja, Joep van het Hek, oudjaarsconferentie. Heel leuk, ga ik kijken. Ik vind het altijd heel leuk. Dit is toch te schattig, hè? Zo blijven ze maar bezig met z'n tweeën. Oh, we hebben het kindje weggebracht. Het is vandaag maandag. En omdat we niet op vakantie gingen, hadden we met mijn ouders overlegd dat de kindjes in ieder geval 2 dagen zouden komen logeren. Dus vandaag, de hele dag, het is nu 11 uur. En we hebben al koffie gedronken en boodschappen en zo gedaan. Dus we zijn lekker vrij nu. En nu zijn we onderweg naar kantoor. Gaan we even sporten. Even wat pakketjes inpakken. Ze hebben daar wel hulp voor, maar ik ga zelf heel even ook meehelpen. Drukte rondom de feestdagen met pakketjes. Met de supplementen. Maar goed, het maakt niet uit. Dat doe ik gewoon eventjes een uurtje en dan gaan we naar huis. Dan hebben we verder de hele dag niks te doen. We gaan lekker tv kijken, bank hangen. Brainstormen over toekomstplannen en zo met z'n tweeën. Met koffietjes en theetjes en wijntjes. En ja, helemaal zin in. Vanavond gaan we samen koken. En ja, gewoon helemaal leuk. De laatste keer dat wij gewoon met z'n tweeën samen waren, zonder de kindjes, is geweest in het voorjaar. Dus echt al heel lang geleden. Mijn ouders die gingen natuurlijk verhuizen. En omdat zij dus even tijdelijk in een verzorgingstehuis zaten, konden de kindjes niet zo heel makkelijk logeren. Ook omdat er dan weer steeds corona en zo was. Dus allemaal gedoe. Dus het is heel lang niet meer gebeurd dat zij met z'n drieën gewoon gelogeerd hebben. Dus nou, wij zijn helemaal chill en zen ermee. Oh, hier zijn ze gewoon, hè. Echt. Oh, jullie hebben het natuurlijk in het begin van de vlog al gezien, maar ja. We hadden ook hier iets uit kunnen maken, Ed, vanavond. We hadden ook hier iets uit kunnen maken. Doe ik anders volgende week wel. Kunnen jullie meteen meekijken? Dat is wel leuk. Ja. Ja, even een muziekje uitzoeken. En dan heb ik zo meteen, ga ik eerst beginnen met wat activatieoefeningen. Ik heb een matje al klaargelegd. Aan het begin van de workout is altijd heel erg belangrijk om je core te activeren. Vooral dus als je krachttraining gaat doen, wordt natuurlijk heel vaak gesproken over de warming-up. Maar eigenlijk is het gewoon belangrijk dat je zorgt dat die core geactiveerd is, zodat je hem goed kan gebruiken tijdens je krachttraining. En dus het meeste eruit kan halen qua intensiteit en effectiviteit. Dus daar ga ik zo meteen mee beginnen. Dan kan je dus denken aan bijvoorbeeld planken, rechte plank, schuine plank. Je kan bijvoorbeeld dan denken aan supermans. Dat zijn ook hele goede oefeningen voor de core activatie. Dus daar gaan we zo meteen mee starten. En dan ga ik een rondje krachttraining doen. En dan ga ik eindigen met cardio. En dan heb ik mijn rondje er weer op zitten. En dan ben ik ongeveer 45 minuten ben ik daarmee bezig. Weer thuis, allemaal lekkere dingen gehaald. Voor vanavond, we gaan een pastaatje maken samen. Zelfgemaakte pesto. Oh, basilicum. Oh ja, basilicum. Havermeel hebben we, want Ed gaat iets lekkers maken met onze chocolade-eiwitshake. Chocoladeproteïnballen met nou, lekker en havermout, want deze was op. Oh ja, en we hebben broodjes voor nu. Ed en ik waren even aan het kibbelen. Ja, maar mocht je afvragen waarom ik gevonden op mijn sokken, niet veel mogen. Elke keer als ik... Nee, maar luister. Ze vindt het vieze sokjes en ze vindt mijn voeten... Ja. Elke keer als ik dan gezellig iets ga filmen, dan zie ik elke keer die voetjes met die sokjes op de zijkant. Ja, sorry. En de grap is dus, als je dit zou horen, dan zou je dus denken dat ik echt een mega perfectionist ben. Maar ik ben dat dus helemaal niet. Bij mij is het huis, zeg maar, 9 van de 10 keer een zooi. En is het misschien 1 op de 10 keer opgeruimd. Dus dat, zeg maar. Maar dat is gewoon niet. Alleen die sokjes elke keer, dat zie je zo lekker eten. Dus dan zit je dus te kijken naar een vlog van iemand. Dan zie je dus lekker eten. Dan zie je de hele tijd die voetjes. Je hebt ook gekeken naar hoe je haar doet. Met die sokjes. Ja, maar mijn haar zijn toch niet, dat is niet vies. Nou, zo. Maar mijn voeten zijn toch ook niet vies. Ja, voor een ander toch wel. Als je dus gaat kijken naar een vlog, eerlijk. Als je dus gaat kijken naar een vlog, dan zie je elke keer die voetjes met die sokjes. En dan ook nog van die halve sokjes. Ik krijg daar trouwens op Instagram ook best wel veel berichtjes vaak over. Dat Ed dus halve sokjes heeft. Dat doet hij dus altijd als hij warme voeten krijgt. Geen idee waarom. Maar goed, ik wilde dus het eten laten zien. Zonder de sokjes. Het is verder niet zo dat wij in een relatiecrisis of zo zitten als je dat nu denkt. Nee, helemaal niet. Nee. We hadden het er wel laatst over dat als je dus in een relatiecrisis zat,
dan zijn dit hele heftige tijden, die thuisblijf quarantainetijden. Want ja, ik bedoel, hoe gek moet je gewoon worden als je continu met iemand thuis zit die je niet meer kan uitstaan? Dat is echt heel erg, toch? Dat lijkt me echt heel verschrikkelijk. Of, oh, je bent aan het kijken. Of bijvoorbeeld voor mensen die een affaire of zo hebben, weet je wel. Dat je dan ineens... Nou ja, oké, laat maar zitten. In ieder geval. Jij kijkt te veel meisje. Ja, we gaan Meisje van Plezier kijken dus vandaar. Maar goed, de lunch. We hebben dit keer gekozen voor een glaasje witte wijn. Want wij dachten, we gaan er gewoon een feestje van maken. Dus dat doen we dus. En een broodje hebben we met... Even kijken, is die scherp? Ja. Met pompoenhummus, met gegrilde... Courgette. Met lekker een beetje kaas eroverheen. Wat voor kaas is het ook alweer? Waarom stel je me stom is dat je dan elke keer niet op de dingen kan komen die je dan wil vertellen. Als Parmezaanse kaas, inderdaad. Dus dat echt super lekker. Gewoon een nog steeds gezond broodje dus. Echt wel een tip, denk ik, voor je als je houdt van lekker eten maken, maar wel gewoon gezond wil eten. En dan een salade erbij, zoals je ziet, met rucola, met verse basilicum. Oh ja, we hebben dus al een beetje van het avondeten erbij gedaan, zoals je ziet. En met lekkere mozzarella balletjes. Wat zit er nog meer in? Oh ja, tomaat en komkommer. Geen dressing, maar ik denk dat je wel... Wat heb je erin gedaan, Ed? Welke kruiden? Olijfolie. Oh, olijfolie. Olijfolie en peper. Oké, dus we gaan lekker lunchen en dus Meisje van Plezier kijken. Wij hebben inmiddels lekker eten. Ed op de grond met zijn sokjes. Nee, met zijn gewone sokken dit keer. En hij heeft dus de heerlijke pasta met verse bessen gemaakt. Het is alleen dus wel zo dat onze date, relax, 2 dagen uiteindelijk toch heel anders is gelopen. Want ik heb hier naast mij een klein jongetje zitten die dus, wat ik daarnet boven ook al even zei, ziek is geworden. Dus die hebben we opgehaald bij mijn ouders daar straks. En die slaapt uiteindelijk dus toch thuis vanavond. Ja, zo gaat dat dus heel vaak met date nights en eventjes chill momenten en zo. Maar goed, in ieder geval. Het is niet anders. En als hij dus ziek is, dan is het ook gewoon fijn dat hij lekker bij ons is. Dus ik ga meteen wel even de vlog afsluiten voor nu. Want we gaan lekker eten. En dan... gaan we deze kleine jongen even goed lekker vertroetelen. Dus in ieder geval, dankjewel voor het kijken weer. Ik vond het leuk dat je weer meekeek na een break van 2 weken. 3 weken volgens mij zelfs trouwens. Dus dankjewel daarvoor en ik hoop je de volgende keer weer te zien. Oké.